Hij is af voor de enorme graffiti-muurschildering aan de PSV-laan bij het Philipsstadion in Eindhoven. Onder meer PSV'er Jorrit Hendrik staat erop. Het kunstwerk is een cadeautje van de shirtsponsor van de club. Graffiti-kunstenaars van Studio Giftig die werkten ongeveer 2 weken aan de muur. En ook de Tilburgse zanger Guus Meeuwis poseerde in het nieuwe PSV-shirt met zijn gitaar. Het is overigens meer nieuws over Guus, want hij heeft zojuist een wassen beeld gekregen in Amsterdam. Dat zien we hier. Ja, dat was hem. En bij Madame Tussaud is onze verslaggever Tom van de Oetelaar nog steeds. Ja, Tom, het was net lekker druk daar hè, met al die pers. Nu moet het vast een stukje rustiger zijn. Hoe zijn de eerste reacties? Ja, de eerste reacties zijn, ja, dat wisselt een beetje. Sommige mensen die zijn echt helemaal stom verbaasd. Sommige mensen worden er ook emotioneel van. Want weet je wat het is? Kijk, ik zie hem nu vanaf de zijkant. Hè? Maar als je er recht voor staat, ja, dan is het heel eng. Want dan is hij het gewoon echt. En op het moment dat je... Kijk, voor mij is Guus, ik spreek hem natuurlijk wel eens voor Omroep Brabant. Maar voor mij is hij geen heel goede bekende. Ik kan me zo voorstellen, als je je dierbare ineens hierin was, alsof hij het echt is tegenover je ziet staan, dan is dat heel erg raar. Zijn broer Mark, die sprak ik even. Die heeft iets van, ja, ik heb er gewoon een broer bij. Zijn vriendin, die krijgt er maar geen genoeg van. Die maakt er net nog een serie foto's van. Die heeft iets van, ja, ik heb er nou 2. Dat zijn de intimi. En dan Guus zelf, ja, die is natuurlijk bij dat hele maakproces, want het is een klus hoor, om dit te maken. Ze zijn hier 2 jaar mee bezig geweest. Guus is er ook voor naar Londen gegaan. Er zijn 10 foto's van hem gemaakt. Hij heeft urenlang moeten poseren om dit beeld te realiseren. Dus ja, op het moment dat hij er dan voor het eerst omheen liep en dit voor het eerst meemaakt. Nou goed, dat vertelt hij je wel even. Heel gek. Ja, ik weet niet. Jij bent er nooit om jezelf heen gelopen, hè? Maar dat is echt een hele bizarre ervaring. En je kent zelf natuurlijk van douchen en spiegel en scheren en tanden poetsen en aankleden en dat soort. Maar je ziet jezelf toch anders dan dat andere mensen je zien. En dat is het bizarre daaraan. Ja, het is een beetje zoek de verschillen, hè, Tom. Maar waar staat hij eigenlijk daar? Staat hij een beetje bij bekenden? Nou, en of die bij bekenden staat, ik ga Guus even alleen laten. Dan gaan we hem even zijn gezelschap tonen. Kijk, hier bijvoorbeeld. Dit is de rij met filmsterren. Allerlei beroemde filmsterren hier. Gwyneth Paltrow herkennen we wel. Dan gaan we vanuit de filmsterrengalerij gaan we door. En dan komen we terecht bij de sporters. Trouwens niet nadat we nog even hier... His name is Bond, James Bond, heb ik gezien. Gaan we naar de sporters, de groten uit de sportwereld, Lionel Messi zelf. En als we dan doorlopen, dat vind ik dat toch... Oh, wacht, ik moet die kant op. Ja, ik moet niet naar het Formule 1, maar ik moet deze kant op, want dan komen we uit bij de DJ's. En natuurlijk is daar dan weer veel meer Brabants trots, want daar om de hoek staat Thijs Verwest. En hier de enige echte, ja, Bredaanse trots, DJ Hartwell. We kunnen wel zeggen dat Guus Meeuwis en ook daarmee Brabants trots tegenwoordig in Amsterdam en Madame Tussauds goed is vertegenwoordigd. Dat is mooi. En Tom van Oetelaar komt nog eens ergens. Dankjewel vanuit Amsterdam.